Bekwaam verklaren is een van de nieuwe elementen in de opleiding van AIOS. Met een bekwaam verklaring op zak mag de AIOS met supervisie op afstand zelfstandig bepaalde beroepsactiviteiten uitvoeren. Een bekwaam verklaring komt tot stand door een afgewogen oordeel van de opleidingsgroep. In verschillende klinieken wordt hier ervaring mee opgedaan. Een van deze ziekenhuizen is het Wilhelmina Kinderziekenhuis bij het UMC Utrecht. Mijn naam is Marijn Soetman, ik ben tweedejaars AIOS kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Vanaf de start van de stage tot en met het bekwaam verklaren ben ik allereerst gestart met het maken van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan. Met leerdoelen die ik tijdens die stage wil behalen. Daarnaast ben ik aan het begin van de stage gewoon eerst algemene feedback gaan verzamelen in KPB's en korte praktijkbeoordelingen. En daarna ook meer KPB's gericht op de EPA Vitaal Bedreigd Kind. En toen kwam de oogbesprekingsdatum, dus de datum van het oordeel opleidingsgroep in zicht. Toen voor mezelf eigenlijk een reflectie gemaakt van ben ik er al klaar voor om deze EPA Vitaal Bedreigd Kind af te laten tekenen. En ik was van mening van wel. En dan begint eigenlijk het grote verzamelen van de bewijslast daarvoor. Dus heb ik in mijn portfolio gekeken voor de KPB's van die stage die ik kon gebruiken. Maar ook van andere stages of andere werkplekken waar ik al eerder heb gewerkt. Bijvoorbeeld op de spoedeisende en hulp. Heb ik ook een aantal beoordelingen gehaald die ik kon gebruiken voor de EPA Vitaal Bedreigd Kind. Dat heb ik allemaal verzameld. Ik heb een reflectie gemaakt, eigenlijk in het algemeen voor de EPA Vitaal Bedreigd Kind, waarom ik denk dat ik in staat ben om dat met supervisie op afstand te kunnen en wat ik daarin heb geleerd. En ik heb een sterkte-zwakte-analyse gemaakt per competentie, met name gericht op de hele stage van de PICU in mijn geval. Ik heb een kort overzicht gemaakt van de exposure en de klinische presentaties, gewoon een lijstje wat er is en wat er voorkomt op de PICU. En dat heb ik gewoon bekeken als onvoldoende, voldoende of te ruim. Nou, dat was zeker niet te ruim, het was gewoon voldoende in mijn geval. Dus dat heb ik er ook aan toegevoegd. Als ik een tip mag meegeven aan collega AIOS die gaan starten met EPA's en bekwaam verklaren, dan is het met name grijp je kans om aan het stuur van je eigen opleiding te gaan staan en om zelf je groei te monitoren, want nu heb je die mogelijkheid en dan kan je er ook echt iets mee in de praktijk.